Olympic Oval en ik ben blij dat Jan Ikema naast me is gekomen. Het is wel eng hoor Jan, wat daar staat. Moet je even kijken. Mai 36-45, daar staat er Ikema 36-76. Wel een hele onbekende naam daar in de top 3 zeg maar. Er staan wel een paar gerenommeerde jongens achter. Koroiwa, Fokichev, Selesovski, Thibaut, Thomas. Jongens waar ik al van had verwacht, nou die zitten toch sowieso voor me. Ja, wat hier gebeurd is... Wat is er gebeurd? Ja, ik weet het niet. De wedstrijd is nog niet afgelopen, maar nee, het kan voor mij al niet meer stuk. Nee, wacht even. Er gaan nog zeker hele snelle mensen komen. Inderdaad. Maar verklaar nou eens even deze bijna perfecte race van je. Ja, nou bijna zeg je, ik vond hem helemaal perfect. Er ging ja, je hebt één, op de kruising liet je een slag lopen. Weet je dat nog? Ja, daar weet ik niks van. Dat moet ik dan later nog eens op video terugzien. Maar voor mijn gevoel ging hij, zeker voor mijn gevoel ging hij prima. Ja? Normaal in de race zitten er wel 2-3 missers en het ging nou perfect. Hoe gespannen, hoe nerveus was je? Want het is me wat hè, om zo'n toernooi te openen. Nou, ik zal het je precies vertellen, maar kijk, ik had op deze 500 meter, als je het voorseizoen bekijkt, als je de beste tijden bekijkt, stond ik dit seizoen op de 23e plaats. Dus qua seizoen beste tijd had ik hier natuurlijk niet zoveel te zoeken. Maar ik ben dit jaar, heb ik al die jongens er wel een keer afgereden en dat alleen in je achterhoofd, dat moet je onthouden en daar moet je op gokken. En ik zat in het eerste paar en daar was ik nou niet zo echt super blij mee. Maar ja, je mag het toernooi openen en... Ja, ook wel een hele eer natuurlijk. En dan blijf je die Thibaut voor, een hele gerenommeerde sprinter die al een paar keer 36 heeft gereden. En toen dacht ik bij mezelf, nou dan moet er heel veel gebeuren, wil die kleine Thibaut mij voorbij gaan. Je ging steeds sterker rijden. Ik ging steeds beter rijden. En vooral die laatste 100 meter, ik denk dat die echt goed te noemen was. Die waren hartstikke goed joh. Ja. En toen zag je die tijd. Ja, ik zag die tijd en ik keek dus naar het tweede cijfer en dat was een 6. Ik denk, hé, dat zit goed. En toen keek ik naar het derde cijfer, dat was een 7. Ik denk, verdorie. Ikema, je bent 16e onder het Nederlands record gedoken. En die tijd staat maar en die andere jongens die moeten nog maar eens rijden. Ja. Goed. Dan gebeurt er van alles na jou. Dan vallen er kerels. Dan vliegen de Russen uit de bocht. Dan ga je toch denken van ja, ik sta nu 2. Omdat Maaien passeert. Hoe lang blijft dat nog? Ben je al gaan rekenen? Nou, ik had eigenlijk niet zoveel tijd om te rekenen. Want, dat heb je nu gedaan. Dat heb ik dus nu gedaan. En dat is heel lekker rekenen. Dat kan ik je wel vertellen. Ja, ja. Ik wil geen voorspellingen wagen, maar het kriebelt al bij mij. Dus dat met jou wordt het helemaal iets vreselijks. Inderdaad. Ja? Er gaan nog een paar jongens rijden die hebben nog nooit 36-7 gereden. Dus die moeten die tijd rijden. En ik hoop me dat ze er wat achter blijven. Ja, ja. Wat ga je nu doen? Ga je in de kleedkamer zitten of ga je gewoon kijken? Ik ga gewoon kijken. Durf je dat aan? Ik durf dat zeker wel aan. En ik voel me sterk. En nogmaals, die jongens die moeten nog rijden, die hebben die tijd voor zich staan. Die 36-45 van de OMI, die is natuurlijk heel sterk. Maar vlak erachterna komt de tijd van Jan Ikema. En dat Jan is, Jelle Ikema uit Jan Jelle. Ja, ja, ja. 36-76, prachtig Nederlands record. En dat moeten ze er altijd nog maar eens een keer aanrijden. En weet je nog wat ik tegen je zei verleden week toen we dat interview hadden? Toen zei ik, als jij nou een snelle tijd rijdt, toen zei jij van ja, dan kan je om me roepen, maar dan ga ik maar eens even lopen. Hè? Ja, ik heb toch wel een beetje zwak voor jou. En ik kwam daar een meneer tegen op de gang die zei, Mart, wil je spreken? Dankjewel. Dat ben je toch een aardig mens. Dank. Ik denk dat de NOS Radio je ook heel erg graag wil hebben. We zullen zeer collegiaal zijn. Als je kan en als je wil, kan je hier altijd terugkomen. En we zien wel. En laat het maar flink kriebelen bij je. Ja, precies. Nou, ik zit hier prima. Dus, ja, even naar de radio. Dankjewel, joh. Goed, zo is dat gegaan, dames en heren. De kriebel gaan we opbouwen. Jan Ikema staat 2. Oe Jens Maai staat 1. En we krijgen ritten tussen, ik ga ze u noemen op het gemak. Göran Johansson tegen Kimihiro Hamaya. Dat zijn twee kerels die allebei
dik in de 37 hebben gereden als beste tijd. Dan krijgen we de Nooren Running en Haken. Ook allebei in de 37. Dan krijgen we twee 38 mannen. Nicolaou, de Fransman en Magnussen de Zweed. Dan krijgen we Hatschief, die 38-34 heeft gereden. En Dominique, die is gevaarlijk. Dan krijgen we Boucher, 37-22 als beste tijd. En een man waar heel Canada op wacht. Die rijdt tegen Emmingen, daar hoef je niets van te verwachten. Die doet dus warming-up. Peter Aderberg kan misschien wel hard rijden. Hij heeft hier een proefrondje van 37-6 gereden, eergisteren. Klaas Bengtsson, de Zweed, hoef je geen gevaar van te duchten. Net zo min van Hans van Helden en Beroeden Merdovic. En dan komt het. Dit is Boucher, die de dijen losschudt. Maar later in het programma zit er nog Daniel Turcot en Vitaly Makovetsky. Allebei in staat om aan de tijd van Kemar te komen.